Het hoofdbestuur van de ABOP wil parlementariër Edward Belfort de gelegenheid geven om te komen praten over zaken die hem dwars zitten. Dit zegt Humphrey Dundas, hoofdbestuurslid van de partij. Dundas ging in op de felle kritiek die Belfort levert op het regime van de vicepresident en zijn partijgenoten. Het gaat dus om het lid Belfort inderdaad, die heeft u in de media vernomen. Dus dat wij hem al geruime tijd hebben uitgenodigd om de vergaderingen van de ABOP bij te wonen. Hij is hoofdbestuurslid en hij reageert niet. Dus dat is de informatie die u de afgelopen dagen in de media hebt gezien. Ook in DNA is zijn participatie in de ABOP-fractie heel minim, tot helemaal niet. En daarover willen we even met hem praten, omdat dat niet de wijze is waarop wij met onze leden omgaan. Dat is niet de wijze waarop wij als partij met elkaar omgaan. Als er iets is, als er iets deert, laat het gezegd zijn. Als er kritiek is, dat mag ook altijd. Dundas stelt dat Belfort niet de enige is die zijn eigen partij bekritiseert. Verschillende parlementariërs nemen de partij onder vuur. Het is echter de bedoeling dat middels overleg orde op zaken wordt gesteld. We hebben hem vorig jaar in december hebben we 2 vergaderingen gehad, dacht ik zo. Beide momenten hebben we hem uitgenodigd per schrijven. Hij heeft niet gereageerd of hij heeft het schrijven niet ontvangst willen nemen. Hij is ook in een groepsapp van het hoofdbestuur van ABOP. Daar komen de uitnodigingen ook en de laatste ontwikkelingen. Ook daar reageert hij niet op. Dus we proberen. En ik heb vanmorgen een artikel gelezen waarop hij reageert om te zeggen van dat hij niet zal ingaan op de uitnodiging van ABOP. Dus wij wachten af. Dunda zegt dat er binnen de partij niet gesproken wordt over rooiement of het terughalen van de zetel. Belfort is vrij om zijn zegje te doen, maar er zijn grenzen. Dundas vindt dat de DNA-lid soms te ver gaat, zeker als de partijvoorzitter en zijn kinderen worden besproken. Dundas blijft er echter bij dat er ruimte is voor verdere samenwerking.